personeelszorg die betrekking heeft op begeleiden van militairen in hun loopbaan, die is in place. We hebben ook geestelijke verzorging in place. We hebben begeleiding in place. We hebben artsen in het militair ziekenhuis die ook beoordelen op de geestelijke gezondheid van militairen. En als noodzakelijk, dan wordt er verwezen naar externe psychiaters en psychologen. Dus dat is onderdeel. Kijk, wat er gebeurd is, en ik weet waarom deze vragen. Het is het geval van zelfmoord en moord en zelfmoord. En ik weet dat het de samenleving geschokt heeft. En ik betreur dit. Het is ook voor ons een hele grote schok. En wij gaan kijken wat we kunnen doen om bijvoorbeeld de families. Want de dominee heeft bij ons al contact gemaakt met de familie. Zowel van de militair als de ouders van de dochter. We condoleren en we wensen ze heel veel sterkte. Wat we zelf hebben gedaan. We hebben gekeken naar bijvoorbeeld hoeveel gevallen hebben we gehad. En in de afgelopen 2 jaren hebben we ongeveer 4 gevallen gehad van zelfmoord. We hebben ook gekeken naar bijvoorbeeld het aantal gevallen van huiselijk geweld. We zijn bezig dat heel proces te evalueren en te kijken van hoe we de begeleiding kunnen verbeteren. Het is niet alleen een probleem van militairen. Ik denk dat het een probleem is van de hele samenleving. Dat we mensen bewuster moeten maken dat geweld niet hoeft en dat geweld niet moet. En dat we niet alleen dat moeten zeggen, maar dat we mensen ook vaardigheden moeten aanleren hoe ze met hun emoties moeten omgaan. Dus de eerste is bewustwording. En dat geldt voor de hele samenleving, maar misschien nog meer voor militairen. Dat ze bewust worden, dat het af te raden is, dat het niet moet. En het tweede is vaardigheden leren, hoe ze met emoties moeten omgaan. Dat gaan we meenemen in ons curriculum, in trainingen, in bewustwordingssessies de komende periode. En hopen we daarmee het te beperken, nog meer te beperken. Maar ik denk dat het te maken heeft met gewoon kennis en bewustwording van mensen. Van hoe gaan we ermee om? En accepteren van situaties. Ik denk dat we ook mensen moeten leren dat ze bepaalde situaties gewoon moeten accepteren. Kijk, wat ik wel wil benadrukken, en dat is waar we echt op moeten letten, is die hulpvragen. Heel veel mensen denken dat ze hulp niet moeten vragen. Want ze zien dat als een zwakte. Zeker in gewapende machten merk je dat mensen denken dat, ja, als ik hulp ga vragen, dan gaan mensen denken dat ik zwak ben. En weet je niet, sterk ben, een vriendje ben. En dat moeten we met z'n allen eruit halen. We moeten mensen juist leren dat elkeen gebaat is bij, als je een probleem hebt, vraag om hulp en je gaat die hulp krijgen. Dat is één. Dus dat moeten we promoten, dat mensen veel meer hulp gaan vragen. En het tweede waar ik echt aandacht op wil vestigen, is dat heel veel mensen zitten met problemen, psychische problemen, emotionele problemen. En ze uiten het ook in bedreigingen of ik ga mezelf iets aandoen of ik ga dat doen. Ook in dit geval is dat geweest, denk ik. Wat ik hoorde hoor, in de media heb ik het. Maar dat de omgeving er lichtvaardig over denkt en dat die omgeving het ook bagatelliseert en die omgeving niet meteen daarop inspeelt. En ik denk dat we die bewustwording ook in die samenleving op gang moeten brengen. Dat als dit gebeurt in onze omgeving, het kan zijn vriend, kennis, collega, wat dan ook, dat we meteen hulp moeten zoeken. Want dat betekent dat er iets mis is en dat die persoon hulp nodig heeft en dat we meteen actie ondernemen om die hulp te geven.